mochten hem betreden op eigen risico. Welkom, wij zijn hier bij het voetbalveld en handbalveld Spartanen. En wij zijn hier nu bij het handbalveld. We zijn hier nu bij het hoofdveld van Spartanen. We hebben 3 velden. Dit is het hoofdveld. Daarnaast is het B-veld en achterin is het C-veld. Ik speel mee. Wij zijn bij de tennisvereniging in Wochtem. Als je van tennis houdt, kun je hier gaan tennissen. 1 tegen 1 of 2 tegen 2. We zijn hier nu voor bij het centrum De Bloesem. Dit is de ingang.
We zijn nu in het winkelcentrum van Wognum. Hier kan je brillen kopen, kleren, sieraden. Hierachter hebben we nog brood, de bakker en hier nog de Deen. De school Hieronymus. Hier waren nog net kinderen aan het spelen. Die vermaken zich mooi met al de toestellen. Daar heb je klimrek, hier heb je een basketbal plus voetbalveld. En ook al is het koud, ze vermaken zich prima. Ik kom uit Benningbroek. Oké, okay, en komt u hier wel vaker in horen? Oké, bevalt Benningbroek u? Ja, is dat wel prima. Ja? Is er veel gezelligheid? Kennen de mensen elkaar ook? Of is het... Nou, ik ben een beetje import. Oké. Dus ja, de mensen kunnen die, zeg maar, van de geboortedag daar wonen, kennen elkaar. Maar... En ja, met mij gaat dat wel prima. Oké, nou dat is hartstikke mooi. Ja, rustig hè, lekker ruimte. Ja, nou. Hartstikke bedankt. Ja, dat was jou ons nu nog steeds in Den Haag? Of, Nee, want nu in Zuid-Frankrijk. Oh, wat leuk. Ja. Wat doet u dan hier al in Horen? Nou, ik heb 5 kinderen. Wij hebben 5 kinderen. Oké. Okay. En die wonen hier. Dus af en toe komen zij komen in de zomer naar ons natuurlijk. Ja. En nou, en dan in het najaar komen we de kinderen. Oh, wat leuk. En valt u Horen als u hier komt? Jazeker. Ja? Want ik ben een vermoed stripverzamelaar. Oké. Dus en hier om de hoek is een speciaalzaak. En daar ga ik naartoe. Oké, wat voor strips? Alle strips. Ik heb zelfs een tekstboek heb. Oké. Zeg maar, om alles bij te houden, anders koop ik weer dubbel. Oh, wat bijzonder. Ja. Nou, dat was eigenlijk de interview. Dat was het? Ja, hartstikke bedankt. Wait.
Best ja, als je ze zo opeet, zijn ze niet echt super lekker hoor. Maar het zijn een beetje drogig. Maar dan kan je dus kijk, het is een soort poeder binnenin. Het is een beetje een prutje. En er zit ook een zaadje in, dat moet je er dan uithalen. Dus het is veel werk. Maar als je daar ketchup van maakt, is super lekker. Oké. Okay. Dus appels kan je echt lekker eten. Kevin, alsjeblieft. Dit is voor Rutte en mij niet. Allebei. Oh, wil je deze? Maar die ook voor mij. Oh. Oh nee. En hij eet een appel. Ja.